Joey. Ja? Mama. Gaat goed. Ik heb nou iets binnen, jongens. Zo leuk. Oké, ik ben helemaal klaargemaakt. En ik heb mijn muts van Amir. Het is wel gelukt. Dus, zie hier. Goedemorgen. Oh jongens, wat is er een tering zo in mijn kamer. Nou goed, maakt nu even niet uit. Ik ben me aan het klaarmaken. Ik ga zo meteen foto's maken met Fleur. En ik weet niet of je het allemaal hoofd ziet, maar ik ben echt heel erg moe. En wat ik echt heel grappig vind, is dat mijn poeder en mijn concealer er gewoon nog steeds op zit. Dat daardoorheen de wallen komen. Heel triest. Ik ga gewoon even met make-up over de make-up. Want nadat ik foto's ga maken met Fleur, ga ik toch gelijk lekker douchen. En mijn haar wassen, want dat is ook nodig. Alleen daar heb ik nu echt dan even geen tijd voor. We gaan best wel een druk weekje tegemoet. Dus ik hoop dat het een beetje een leuke video voor jullie wordt om te zien. Maar vandaag gaan we eerst dus foto's maken. Ik weet nog niet waar. Fleur en ik hadden eigenlijk ook al iets eerder afgesproken. Alleen ik moest en zou gewoon uitslapen. Ik had gisteren namelijk een nachtdienst gehad. Dus ik had tegen Fleur gezegd van ja, we kunnen wel rond een uurtje of 12 afspreken. Weet je, dat red ik wel. Maar ik was gisteren zo moe. En ik zat in de auto en ik werd opeens zo misselijk. Ik moest gewoon letterlijk, ja dit is echt een heel smerig verhaal, maar ik moest gewoon letterlijk mijn kots inslikken. Gewoon inhouden. Ik moest echt overgeven, maar ik zat in de auto en ik was aan het rijden. Ja, het kon gewoon niet. Ik zat op de snelweg. En toen kwam ik thuis en toen ben ik natuurlijk gelijk linea directa over mijn gier gegaan. Dus toen heb ik Fleur even geappt van joh, ik ga geen wekker zetten. Ik ga gewoon even uitslapen. En als ik wakker ben, dan app ik je wel hoe laat. En dat vond zij gelukkig helemaal goed. Dus ze had zelf ook nog een afspraak, dus dat scheelt. Dus nu ben ik me even snel aan het klaarmaken en dan ga ik naar haar toe. Het is nu bijna 00:30, denk ik. Dus een uurtje later. Wat heb je op je mond? Wat heb je gegeten, Shane? Cookie. Ik heb... Wat heb je gegeten? Ja. Ja. Oh, ugge, ugge. Doei. Oké, mijn outfit. Hij is nog niet af, want die blouse, die moet even, je moet hem zeg maar zo indenken. Deze broek en deze schoenen eronder. De broek is van Worst Behavior. Deze blouse is van Naked. En deze schoenen zijn van Mihara Yasuhiro. En ik ga nu naar Fleur. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt super moe en ik heb er weinig zin in. Maar ik hoop dat als ik ga, dat ik gewoon weer even lekker in het ritme van de dag zit. En gewoon de week goed start. Wij zijn weer bij ons oude plekje. En we gaan even foto's maken. Fleur moet zich even heen kleden. Zo, wat wou ik nou gaan vertellen? Oh, dat heb ik al verteld. Dat ik gisteren zo ziek was toen ik thuis kwam van werk. Dus ik ben een beetje moe. Dus ik hoop dat het vandaag wel gaat lukken. Ja, ik dacht echt... Mijn haar zit ook echt niet. Ja, mijn haar. Ik moest dus eigenlijk mijn haar wassen. Maar als ik dus mijn haar heb gewassen, dan zit het weer niet. En nu zit het ook niet. Maar ja, ik dacht, nu kan ik het nog vast doen. En anders moest je ook heel die moeite doen. Zo weer ja, zo. Daarom. Dus nou, let's go. Fleur en ik hebben net foto's gemaakt en dat is wel redelijk geslaagd. Het was niet echt mijn dag, maar er zitten op zich nog wel wat leuke dingen bij. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik ben nu onderweg naar Jani. We gaan denk ik samen eten. En ik heb ook wel best wel honger. Ik heb echt... Oh, ik heb wel gegeten trouwens. Ik heb mijn dag maar samen gegeten. Ik was even naar de Albert Heijn gegaan. Had ik even broodjes gehaald en met tomaat en mozzarella en rucola. Heb ik dat paar gegeten, want ja, Fleur was nog niet thuis. Dus toen ging ik even met Dagmar lunchen. Toen daarna dus die foto's gemaakt. En nu naar Jani toe. Ik moet ook echt super nodig plassen, dus ik hoop dat het niet al te druk is op de weg. Maar ik denk het wel, want het is 4:00. Wat gaan we doen, schatje? Eten maken. Schop geven. Oh. Kan iemand even een melding geven van behandeling? Met jouw auto, mijn auto. Heb ik mijn sleutel? Nee.
Ja. Ja? Ja. Met jouw auto? Ja. We gaan even eten halen bij de supermarkt. Wat gaan we eigenlijk maken? Oh ja, wraps. Maar we moeten even, jij moet even zo'n ding opzoeken. Wat moet ik opzoeken? Hoe deden we dat ook alweer? Ook helemaal niks. Ik ken niet eens koken. Kunnen. Nee, zo Haag, denken ze dat we niet eens kunnen praten. In Den Haag zeggen we kennen. Ja, niet zegt kennen, ik niet. Want dat ken gewoon. We willen wraps maken met kip, maar we willen de kip zelf krokant maken. Wel beter, want kipfilet is wel beter dan die gecrushed kip van zo'n kipsnitzel. Snap je? Ja. Maar dat was met maizena, toch? Maizena, ei. Panko. Nee, niet panko. Het is of, toch? Ja, oh, weet ik dat. Nou, ik die weet appel, die loopt bijna weg ook, hè? Ik heb vanochtend een appeltje gegeten. Ja, je dacht, ik laat hem liggen vastkongeren. Misschien heb jij nog het gek in een appie. Nou, het is een lekker appie, maar. Jullie zullen wel denken, zit ze nou weer in die groene trui? Ja, maar dit keer niet expres. Ik had bij Jani geslapen en ik had dit nog aan van gisteren. Dus vandaar. En het licht komt heel raar in mijn camera. Ik weet niet wat er aan de hand is met mijn camera. Maar het kan ook komen door de mist misschien buiten. Ik weet niet. Het licht is heel raar op mijn camera. Maar het is ook heel mistig. Dus misschien is dat het. Ja, ik ben dus nu onderweg naar huis. Want ik moet even opschieten. Ik moet omkleden. En dan heb ik personal training bij Kim. Dus ja. Het is nu 10:50. Thuis snel omkleden. Scoopje nemen. En dan gelijk weer door. En ik zou vanavond eigenlijk naar een event gaan bij Mac. Alleen, ik kan waarschijnlijk niet gaan. Dus dat is wel echt even kut. Jongens, mijn camera viel even uit. Want ik was... Mijn kaartje zat vol. Even kijken of Kim er al is. Ze hoort me op zeker weer niet. Ik ga bellen. Het zit er weer op. Het is vandaag woensdag en Jani en ik hebben net samen gesport. En ja, ging best wel goed eigenlijk, was wel chill. Nu ga ik mezelf omkleden, want we gaan er even naar Amsterdam. Waar heb ik nou mijn tasje gelaten? Oh, hier. Ja, we gaan in Amsterdam gaan we even een broodje eten. We willen al heel graag, al heel lang, willen we een broodje van Tjoen Café. En vooral Jani wil daar heel graag heen. Dus we hebben een deal. We gaan een broodje halen bij Tjoen en dan gaan we ook een koekje halen bij het koekmannetje. Daar heb ik ook al heel lang trek in. Dus ik ga hem nu snel klaarmaken. Dan ga ik hem ophalen, want hij is nu ook snel thuis klaarmaken. En dan gaan we lekker eten. Oké, ik ben klaar jongens om te gaan. Ik heb een simpel topje aan van de Bershka met daaronder mijn nieuwe broek van Worst Behavior. En mijn nieuwe schoenen van Miara Yasuero. Tasje van Coach. Mijn jas van de Zara. Die ik trouwens echt moet gaan vernieuwen. Want ik weet niet of je het ziet. Maar je ziet al die dingetjes. Het kan echt niet meer. Maar ja, ik heb nu even geen andere jas. Dus ik doe hem gewoon aan. Ik heb mijn haar ook een keer anders gedaan. Met zo'n knotje hier. Vind ik wel leuk. En ik ga nu naar Jani. Alleen er staat weer iemand achter mijn auto. Dus even vragen of diegene die auto wil weghalen. Oké, let's go. Sorry jongens, ik heb jullie niet meegenomen. We hebben lekker de dagje geshopt en gegeten. En... We zijn helemaal klaar mee. Ja, nu zijn we verrot. Nu gaan we naar huis. Ik zal jullie wel even een laatste stukje laten zien van vandaag van mijn TikTok. Dat heb ik wel gemaakt. En we wilden heel graag een broodje Tjoen halen, alleen de rij is echt belachelijk lang. Toen dachten we gaan naar Fabelfriet, ook een lange rij. Dus toen zijn we maar even naar Joe and the Juice gegaan. Twee power shakes, tuna kedo en een sera. Liepen we dus weer naar Tjoen. En toen liet de beveiliger ons voor. Super awkward, maar wel heel chill. We hebben zo'n ribeye broodje gehaald en de garlic shrimp. En het is niet overrated, het is echt oprecht super lekker. Geef je het? Ik geef het een 7,5 à 8. Echt? Wat dan? Is dat slecht? Ik dacht dat jij het wel meer zou geven. Nee, ik heb het. Kun je even mijn shirtje alsjeblieft? Kan je het even laten zien? Shoplog.
Livfest, Dayang, nieuwe winkel in Amsterdam. Een oversized tee. Dat kan je bij alles aan. Hoeveel duur was die? Wat was die? 60? 50? 50 euro. Zoiets. 50 euro. En je jasje, die moet je even aandoen hoor. Ja, dat heb ik nou niet zo zin. Jawel, doe maar even aan. Nee, ik flex daar niet zo lekker op camera. Jongens. Je ziet me wel een keer shine in die nee, jas. Je gaat toch niet mijn kijkers in de steek laten op dit moment? Kom op. Waarom? Waarom moet ik die doe hem aan, kom op. Dat hoort erbij. Normaal doe ik dit echt je niet. Je bent vrouwtje van, hè? Normaal doe ik dit echt niet. Ah, I like. Wauw. Maar wat geef jij Chun? Chun Café voor cijfer? 7,5, 8. Ik vind dat wel goed hoor. Nou, Chun Café, ja. Ik geef het een 7. Er staat een te lange wachtrij voor wat het is. Vind ik. Kijk, ja, de wachtrij is zo lang. Het ziet er gewoon heel leuk uit. De opmaak is gewoon een 8 of 9. Ja, nummer. Maar die saus die ze eroverheen doen, die zit helemaal niet meer in het broodje. Bijna. Nee, maar ik weet het niet kan smeuiger. Er moet kaas in of zo. Ja, kaas, dat lekker vind ik kaas ook. Of... Maar ja, laten we nou niet het recept verbeteren van Chun alsof wij het zo goed weten. Het was gewoon prima. Het was gewoon lekker. De beveiliger, echt een topper. Shout-out naar jou. We mochten ik voelde me wel heel erg verschut. Ja. Ja, er stond daar een hele rij. En we kwamen er eerst aan en toen stond er best wel een dikke rij. Dus toen zeiden we tegen die beveiliger van, sorry, dit gaan we niet doen. Toen zei dat die, zeiden we niet. We zeiden van, is het de hele dag zo? Oh ja, en toen zei hij van, misschien als je rond 4 uur komt, dan regelen we wel wat. Dan is het wel rustiger. Dus wij kwamen en het was eigenlijk nog drukker. Het was echt een lange rij. En toen stonden we er even 10 minuten te wachten. En ik denk dat hij zich toen een beetje schuldig voelde. Nee, ik denk niet schuldig. Want hij zei volgens mij al toen we daar weggingen. Zei hij van, ik ga wel wat, kom dan en dan terug. Dan regel ik wat voor jullie. Ja, dat heeft hij wel gedaan. Want we stonden daar 10 minuutjes of zo. En toen zei hij al van, kom maar naar voren. Dus, dat was wel chill. En toen hebben we broodje gehaald, watertje. En toen zijn we lekker aan de gracht gaan zitten, hebben we lekker ons broodje gegeten. Het was wel ijskoud. Maar ik vond het wel gezellig, schatje. Ja, ik vond het ook gezellig. We zijn naar Bijenkorf geweest. Echt een uur denk ik rondgelopen. Uiteindelijk allebei niks gehaald. Auw! En toen gingen we maar naar Livfest. Dayang heeft Jannie daar die jas gekocht en een shirt. En ik heb nog handcreme gekocht van Rituals. Echt de allerlekkerste. En, wat moet je? Wat? Wat moet je? Ga je me uitdagen? Ga je bij de hand doen? Voor wat doe je zo? Heb je een reden? Hè? Heb je een reden? Heb jij een reden om zo stoer te doen tegen mij? Oh, wil je vechten? Dat jullie het even weten, dit gebeurt echt aan. En dit is ons manier van liefde tonen. Morgen jongens, het is vandaag vrijdag. Ik heb de donderdag... Er heeft heel harde muziek aan. Ik heb de donderdag uit deze vlog weggehaald en een dagvlogje van gemaakt. Dus als je benieuwd bent naar mijn donderdag, moet je even die checken op YouTube. Die staat er namelijk al op, volgens mij. Ja, die staat er waarschijnlijk al op als jullie dit zien. Ik ga even iets testen. Ik heb dus een nieuw dingetje binnen. Ik heb ten eerste een microfoon. Heel benieuwd naar. Kan ik dus voice-overs opnemen gewoon op mijn computer als ik een video aan het editen ben. En ik heb nog iets. Even pakken. Ik heb dus een soort lamp voor op mijn camera. Kijk, dit is het. En die kan ik dus zo hier op mijn camera schuiven. En ik ben heel benieuwd of die het doet. Want gisteren deed hij het dus niet. Maar ik dacht, misschien moet ik hem opladen. Maar hij doet het nog steeds niet. Hoe werkt dit dan? Oké, hij doet het dus wel. En dit is het verschil als ik dus dit licht gebruik. Echt mooi. Kijk, zo is ook prima. Dit is meer daglicht, maar voor 's avonds is dit echt perfect. En je kan hem dus ook dimmen, volgens mij. Kijk, je kan dus ook een andere kleur. Dit wordt warmer. Zie je? En dan kan ik hem nog verstellen qua hoe licht. Dit is echt top. Bob.com, jongens. Van Fleur weet ik dit. Nou, eigenlijk wist ik dit al sinds Valentino. Maar door Fleur heb ik dit gekocht. Echt heel chill.
Oh, jongens, precies nu word ik moe en precies nu moet ik bijna weg naar werk. Ik denk ook even wat eten. Ik heb nog niet veel gegeten en ik denk dat ik daar ook wel weer energie van krijg. Dus laat ik dat maar even gaan doen. Goedemorgen, jongens. Ik heb gisteren gewerkt in de avond en ik mocht eerder weg. Dus dat was super chill, want nu ben ik dus niet heel erg uitgeput en ben ik redelijk fit. Ik heb best wel goed geslapen. Ik ben nu even aan het klaarmaken. Tenminste, klaarmaken. Ik ga nu mijn schoenen aandoen en ben ik klaar. Want ik ga met mijn zus naar de Haagse Markt. We halen altijd bij de Haagse Markt maken. We halen altijd kleden en dingen voor tafelstijling. Dus dat gaan we nu ook even doen. Voor schoenen ga ik aandoen. Ik heb zoveel. Het is echt heel erg, maar ik heb zoveel schoenen dat ik af en toe gewoon niet meer weet welke schoenen moet ik aandoen. Dat is echt erg. Ik ga maar weer een keertje Balenciaga's aandoen. Mijn tracks. Die heb ik ook bijna niet meer aan. Fucking zonde. Maar ja. En hoewel ik goed heb geslapen, blijf ik toch de hele tijd gapen. Ik weet niet hoe het komt. Misschien heb ik te goed geslapen. Als je te lang slaapt, word je ook altijd echt lui. Tenminste, dat heb ik. Ik zag dat mijn zus al bij mijn oma was. Die is denk ik daar koffie aan het drinken. Dus ik ga even snel wat eten. En dan gaan we naar de Haagse Markt. Ik heb vandaag echt niks boeiends aan. Ik heb gewoon een trui aan van Worst Behavior en een joggingbroek van Naked. Want ja, lekker comfy. Hallo! Zegt hij nou hi, hi? Loeke Vallo! Loeke Vallo, hij zei net dat Joey. Wie is daar, Jay? Ja. Wie is dat? Joey. Joey. Nou, we hebben tafelkleden gehaald en een tafelloper. Mijn zus heeft nog meer tasjes. Jay, blij dat we eindelijk naar huis gaan. Gaan we huisje toe? Gaan we huisje toe? Ja. Joey. Ja. Mama. Ja. Joey. Ja. Mama. Ja. Joey. Even scoopen, mam. Yes. Maarten gaat ook mee naar de PT. Lekker. En mam? Hé? Gaat goed. Helemaal intrekken, Jan. Juist. Nee, nee. Oké. Okay. Handen hier. Op de stang. Ik ben weer fris en fruitig. Ik heb even gedoucht. Haar gewassen. En nu ga ik heel even mijn kamer een beetje opruimen. En dan me klaarmaken om naar Jannie te gaan. Ik weet niet wat we gaan doen, maar we gaan in ieder geval iets eten. Ik heb Maria even geappt. Ik dacht, misschien wil zij wat doen met Jarne samen. We kunnen met z'n vieren wat doen. Maar ik heb geen idee waar Jani zin in heeft. Dus ik moet even vragen wat hij wil. Auw. Oh. Ik sla met zo'n touwtje tegen mijn eigen hoofd. Heel dom. Dus ja, ik weet nog niet zo goed wat mijn planning is. Maar ik wil wel even wat doen. En ik heb sowieso honger. Ik wacht, eten. Ik heb heel veel trek in sushi. Maar we gaan denk ik morgen ook al sushi eten. Want we gaan morgen een nachtje weg, Jani en ik. Dus even kijken wat we gaan doen. Ik heb nou iets binnen, jongens. Zo leuk. Ik heb namelijk een föhn gekregen van Dyson. Van fucking Dyson. Ik ben er echt zo blij mee. Ik heb het nog niet eens geprobeerd en ik ben er nu al blij mee. Dyson staat namelijk bij mij echt hoog. Ik heb de steltang al en ik heb de Airwrap al. En ik vind ze allebei heel erg fijn. Ik kan niet heel goed overweg met de Airwrap omdat het voor dun haar is. Ik denk dat het op dun haar echt heel chill is. Dat je snel klaar bent, maar je moet best wel dunne plukjes gebruiken. En ik heb heel dik en veel haar. Dus voor mij is het echt geen doen om dat ding te gebruiken. Ik vind hem wel heel chill voor mijn lokken hier bijvoorbeeld. En dit is de steltang. Daar ben ik ook echt heel erg blij mee. En deze doet het wel echt super voor mij. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze föhn. Oh, hij is wel heel mooi. Kijk, dit is hem. En er zit net als bij de Airwrap hier een knopje. Dan gaat hij aan en dan kan je hem ook nog op koud zetten. Ik denk dat als je deze ingedrukt houdt dat hij dan koud wordt. En hier zitten knopjes met drie puntjes. En als je die inklikt dan gaat hij volgens mij harder of zachter. En deze wordt warmer. Oh, er zitten twee opzetstukjes in. Deze. Die moet er dan hier op. Oh. Het is magneet. Super handig. Nou, dan kan je gewoon lekker je haar föhnen.
En dan heb je dit ding. En dit is, weet ik, voor krullen. Mensen die krullen hebben, gebruiken dit. Dan kan je zo... Waarom imiteer ik de hele tijd een föhn? Geen idee. En dan hebben we hier nog een stuk. Oké. Allereerst. Deze. Dan komt de lucht zeg maar hier. Volgens mij kan je dan een soort van... zo'n beweging maken. Zo. Denk ik. Ik weet het niet. Ik moet het echt uit gaan proberen. Dan dit. Ik heb geen idee wat dit is. Ik moet echt even lezen. En als laatste eentje met een kam. Nou, altijd handig. Kan je gelijk... Zit die nou vast? Ja. Kan je gelijk door je haar heen. Ik heb daar eigenlijk nu helemaal geen tijd voor. Dus ik denk dat ik nu eventjes gewoon ga opschieten. Echt jongens. Mijn moeder heeft gewoon 24/7 keiharde muziek aan thuis. Gelukkig vaak wel muziek die ik leuk vind. Stel dat het nog iets was wat ik haatte. Wat ik wel heel irritant vind is dat ze dus constant 100 keer hetzelfde liedje aanzet. Soms vind ik het echt heerlijk om even weg te gaan van huis. Dat ik gewoon even niks hoor. Gewoon even rust. Maar goed, soms vind ik het ook wel gezellig hoor. Goed, ik ben blij dat ik nu even in de rust zit. Ik ga ook lekker geen radio aan doen. Even chill. Hier, kan je... Jaan, kan je het dicht doen? Ja, tuurlijk. Ik dacht, ik maak welkom even bij de vlog. Een nieuwe ASMR video. Ja, laat jij even wat gaan. Een nieuwe ASMR video van... Hou op. Ewa. Nieuwe kussens. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag en ik heb gisteravond met Jani, Maria en Jarne gechilled. Gewoon een beetje glory gekeken. Wat hebben we nog meer gedaan? Een drankje gedaan. Ja, niet echt boeiende dingen eigenlijk. Toen heb ik bij Jani geslapen en nu ben ik alweer thuis, want ik ga even sporten. Ik weet niet, ik had gewoon echt zin om te sporten vandaag en ik wil al elke keer de 5 keer behalen, dat ik 5 keer in de week ben geweest. En elke keer lukte dat niet. En nu gaat het me wel lukken. Dus dat vind ik wel leuk. Dus ik ga er nu heen. En dan daarna ga ik me klaarmaken. Want dan gaan Jani en ik naar Utrecht toe. We gaan een nachtje weg. En lekker uit eten en zo. Dus daar heb ik wel zin in. Oké, ik ben helemaal klaargemaakt. En ik heb mijn muts van Ami op. Deze blazer van Naked met een topje eronder van Chiquel. Deze broek van de Zara. En... deze tas is van Sandro en ik denk dat ik hier onder mijn Mihara Yasuhiro sneakers ga doen. Ik denk dat het wel leuk staat. En ik denk gewoon een leerjasje. Ik ga zo beneden even kijken. Ja, niet toch even meegenomen naar iets? Onze eerste keer in een Fletcher. Dat moet je meegemaakt hebben. En we staan helemaal versteld. Ja, wij hadden echt slechte gedachten over Fletcher. Maar we hebben deze kamer... Ik vooral, ik had echt zoiets, ik ga nooit naar Fletcher, maar deze kamer in Utrecht Nieuwegein was wel met aanbieding. €100 met ontbijt en dit is je kamer. Is echt best wel, kijk hier, kasten, spiegeltje. Heb je hier een aparte kamer met je bed. En dan heb je hier echt best wel een mooie badkamer. Kijk, lekker douchen, lekker bad. Nou, ik vind het echt een goede deal. Ik dacht altijd dat het super goedkoop is, dan zal het wel niet goed zijn. Maar het is echt best wel prima hoor. En ook gewoon goed schoon. Top. En goedemorgen. Het is vandaag maandag. En ja, en ik zijn nog in het hotel. En we gaan zo weg, denk ik. We hebben een late check-out gehad van 1 uur. Dus dat was wat chill. Dus het is nu 12:30. Dus we gaan nu even klaarmaken. En dan... gaan we misschien nog even de stad in, misschien nog even lunchen en dan gewoon naar huis. Dus ja, dat was het weer voor dit weekend. And we are back home. En Zoe heeft een aankoop gedaan. Oké, Jan en ik gingen gisteren naar de Bijenkorf. Want we dachten,
ik heb nog heel veel bonnen. Dus we dachten, we gaan even kijken of ik misschien wat leuk zie. En ik zei tegen Jan, ik zeg, nou, ik denk toch dat ik niks zie. Ik heb online al gekeken en ik bewaar mijn bonnen wel gewoon. Nou, hebben ze dus in de Bijenkorf van Utrecht een stand van Etoile Vintage. En die hebben dus allemaal vintage items in de Bijenkorf. Nou ja, ik vind dat echt geweldig. Dus ik zag daar zo'n grote weekendtas van Louis Vuitton. En dat vind ik gewoon echt mooi. Echt leuk. En tijdloos. En die was 850. En ik had nog bonnen ter waarde van 700 euro. Dus voor maar 150 euro bij te leggen. Dus, ik naar die vrouw. Afrekenen, helemaal blij. Ze gaat mijn bonnen scannen. Zegt ze opeens, oh ja, maar ik mag maar 5 cadeaubonnen doen. Maar ik had er echt iets van, nou ja, ik had er eigenlijk 9 of zo. En sommige bonnen moest je dan ook weer omzetten naar een bijkorfbon. Dus kreeg je uiteindelijk nog meer bonnen. Dus ik kwam daar, zegt ze, ja, mag niet, mag niet. Dus ik zei, ja, maar dat is ook raar. Want ik mag dus wel nu iets kopen van 250 euro met 5 bonnen van 50 euro. En dan daarna dat jurkje kopen met de rest van de bonnen. Dat mag wel, maar ik mag niet 1 ding kopen met al die bonnen. Dus nee, kan echt niet. Dus nou, wij liepen daar eigenlijk weg. En ik dacht van ja, dit klopt helemaal niet. Er kan sowieso wel wat geregeld worden. En dus ik zei tegen Jaan, ik weet hoe dat gaat bij die grote bedrijven. Vaak kan er echt wat geregeld worden als je een leidinggever erbij had. Hij zegt, nou, gaan we morgen terug. Dus we waren vandaag terug. En ja hoor, we willen iemand spreken, want dit klopt niet. En die vrouw die zei gelijk, nee, dit klopt inderdaad niet. Er kan wat geregeld worden. Dus zij helemaal zoeken. Nou, uiteindelijk had ze dus een leidinggevende erbij gehaald. Het duurde even, maar het is wel gelukt. Dus, zie hier. Aanschouw. Een vintage tas. En ik vind hem nog best wel mooi voor vintage. Hij is echt best wel mooi gebleven. Oh. Dit is de tas. Hij zit een beetje in elkaar gedeukt. Wait. Kijk, hij staat nu helemaal zo vierkant, omdat hij is ingedeukt. Maar het is gewoon zo'n soort, ja, ronde. Doe hem even. Hij ruikt wel heel erg vintage. Serieus? Ja. Echt dat oude leer, weet je wel. Oh ja, die hoeft niet te proeven. Die vind ik wel lekker. Dat weet ik al. Ja? Oh nee. Eeuw. Wat is dat? Kokos. Nee, man. Wel, je hebt kokos erdoor. Nee. Wat is dit dan? Ja, het is wel kokos. Zie je. Maar, ja, dit is dus een tas. Maar er zit dus ook zo'n... Is dat dan haar naam? Oh nee, die is er wel afgehaald. Ik ben er helemaal blij mee. Hé, schat? Zie je me al gaan? Mm-hmm. Als we een weekendje weggaan. Ik ben er ook blij mee. Tas mee.